Yo, mensen van de JP Games. Leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe, nou weer de vierde Kinder Medusa video. Ik was een beetje aan het lopen en toen kwam ik hier dit zo helemaal tegen. Dat is een beetje lelijk hier. En ja, ik ga een beetje kijken wat er is. Wow, is dat een boom? Wat? Hier is iemand. Wie ben jij? Oké. Waar is hij? Ik zag een. Is hier iemand? Ik heb een hele gekke boom. Is dit een boom? Waar is die gast? Oké, meloenen. Is het een. Oh, dit hier is een jungle. Het is. Ik zag net ook nog hier in. Wow. Wow. Oh, ik schrok. Ben jij? Ik ben Jesse. Jesse wie? Jesse van Zomeren. Ja. Nee, Wat doe jij? niet, sta me niet, sta me niet, sta me niet. Ik doe niks, ik doe niks. Wat doe jij in mijn land? Nou, ik liep hier een beetje rond, toen kwam ik dit tegen. Dit ding hier. Ja, toen kwam ik dit hier tegen en toen zag ik iemand lopen, dus ik ging heel snel naartoe. Nou, ik ben zelf erin en ik ging. Van achter op je af. Oké. Wow. Was gewoon rustig aan het bouwen. Ja, ik was de laatste tijd ook al heel erg druk aan het bouwen met de farm en huizen en zo. Wow. Best hoog, hè? Hey, vind je het oké als ik ooit een soort van railsweggetje naar jou toe bouw? Dan is het misschien ooit wat makkelijk om naar elkaar toe te komen. Nou, ik weet het niet hoor. Trouwens, heb jij wat eten? Ja hoor. Kan je Oké. kan jij vangen? Ik kan van, hè? Vangen? Komt ie. Oké. Kom maar naar boven, of heb je soms hoofdvrees? Nou, in het echt wel, maar in Minecraft niet, dus oké. Hoe lang heb je wel niet gewerkt in deze trap? Van 15 minuutjes. Oké. Wow, van de vier heb je wel een mooi uitzicht hoor. Nou, weet ik. Mooi even de Maar ik jungle. weet het Oh! niet. Ik val. Nee, dat zie je thuis niet. Oh ja, hier kan ik bijna omhoog gaan. Wat ik hier ga doen dan is. Oh god, ik heb zo zin om jou nu vanaf te staan, maar dat ga ik niet doen. Nee, dan kunnen we nooit vrienden worden. Ja. Wow, ik ga nog even kijken. Ik ga nog hier nog een beetje genieten van het uitzicht. Nou, doe dat maar. Oh gast, dan moest je hier een balkonnetje straks maken. Het is hier zo. En nee, hier zo is ook nog de trap omhoog. Tenminste, moet hier de trap omhoog komen. Wow. Kom maar mee naar beneden. Oké. Nou, ja, dit is dus Seren. Oké. Oké. Zo. Oké, laten we gewoon even wat meer over elkaar vertellen. Nou, oké. Want ik ben wel erg benieuwd naar dit hoor. Oké, mijn naam is nou Jesse en ik kom uit de. Ik ben koningin van een kind genaamd. Nou ja, genaamd Medusa.
Medusa. In mijn oude boeken, ja, ik had een oud boek, maar die heb ik verbrand. Want anders kon ik ook geen licht maken. Serieus, heb je gewoon oude boeken zitten verbranden? Ja. Oh, wow. Er stonden alleen maar scripten in van hoe je diamond armor maakt en zo. Dat is toch super belangrijk? Oh, ja. Oef. Oh, nee. De enige manier om nu nog daarachter te komen is leuk een beetje gaan rondzoeken naar mooie boekjes. Ja, maar zo te zien heb je wel een diamond schep. Ik heb een diamond schep. En ik heb nog een paar, ik ken nog een paar andere diamonds. Hey, peace! En wat ook zo is, ik weet zeker dat ik een paar duizend blocks hier vandaan ben, dus ik denk dat het pas over een tijdje gaat duren dat die rails naar elkaar toe klaar is. Oké. Okay. Dun, 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 dun. Yes! Ik kom ver. Kijk. Is het mooi? Oh, trouwens, mijn arm is al bijna kapot. Gelukkig heb ik een nieuwe arm. Maar ik denk dat ik dat straks gewoon maar nou een beetje ga zoeken naar. Want ik ben wel erg benieuwd naar hoe je eigenlijk diamond armor moet maken. Dus ik. Me too. Ja, dus ik denk dat ik gewoon binnenkort gewoon even een beetje ga rondlopen. En hopen dat ik het vind. Ja. Want de boek is wel echt best wel belangrijk. Ja, maar je doet gekke dingen als je honger hebt, hè? Ja. Of bijvoorbeeld dorst. Maar hier kan je geen dorst hebben, denk ik. Nee. Nou ja, je hebt wel gelijk. Kom, hier hebben we gewoon lekker veel water. Ja, maar ik zit als het goed is ook ergens bij een zee of zo. Weet ik wel. Ja. Maar ik denk dat ik gewoon even terug ga naar mijn mooie landje. Want ik moet het ook een beetje in de gaten houden. Ja. Je weet nooit wanneer de creepers voor je huis staan. Ja. De meeste die hebben het best wel donker. Het is ook best wel donker en ik heb nog niet echt goed de boel verlicht. Kijk. Oh. En voor de kijkers, mooie vorm, hè? Kijk, een mooi huisje. Mooi vorm. Gewoon een mooie vorm, vind ik. Ik denk dat ik hier nog een beetje moet maken. De vorm. De vorm moet groter worden. Maar ik vind juist die farm mooi en mooi. Dus ik denk niet of zo dat ik erg veel. Ik denk niet echt dat ik zelfs die farm ga nou helemaal ga oogsten. Hoe je dan ook wil noemen en daar nu planten. Ik denk gewoon niet dat ik dat ga doen. Ik doe even slash heal. Het is een beetje cheat, maar oké. Ik ga gewoon maar even mijn huisje in. Want kijk, ik heb weer diamonds. Maar oké. Okay. Ja, dan veel succes in je eigen land. Ja. Maar oké, okay, wat ik nu nog even wil gaan doen is. Dus die boeken gaan vinden. Voor die diamond armor. Want die vind ik heel belangrijk. Ja. Kijk, hier is de mine. Daar is huis. En hier komt Lagos Zuid. Ja, want mijn kingdom heet natuurlijk Medusa, maar mijn nieuwe stadje, die vorige stad, dat is aangevallen, die is kapot gegaan. Maar we hebben een nieuw stadje hier, Lagos Zuid. Ja, het is eigenlijk nog geen stadje, maar oké. Bedankt voor het kijken naar deze, de eerste roleplay kingdom video. Ik hoop jullie leuk vonden. Vergeet daarom ook geen like achter te laten. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!